Goedemorgen iedereen, welkom bij de YouTube. Mijn naam is Loren en het is vandaag woensdag. Het is vandaag tijd om te gaan zwemmen. We gaan met Logan en haar broertje gaan zwemmen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog van gisteren. Als jullie die nog niet hebben gezien, ietsje hierboven. Kijk die straks dan maar. We gaan in de namiddag gaan. Maar in de voormiddag ga ik nog eerst even bezig met de vlog te editen die vandaag online moet komen. En ga ik ook bezig met nog een beetje schoolwerk voor het project te doen. Dus ik heb mij hier klaargezet aan mijn laptop. En dan ga ik ook eerst even een koffietje gaan halen om te ontbijten. Logan is aan het letten op haar broertje, want haar ouders zijn gaan werken natuurlijk. Dus ze moet letten op haar broertje. En dan vanmiddag gaan we dat doen. Daar kan ik natuurlijk wel mijn camera niet meer meedoen, want dat mag niet. Ja. Ik ga maar vertellen hoe dat was. Maar het is wel, ik denk dat het leuk is voor hem. Het is de eerste keer dat we naar daar gaan. Het is met glijbanen en zo en wat waterbanen. Kom jullie naar uitkijken naar de vlog van vandaag? Vergeet zeker niet te liken, vergeet zeker niet te abonneren. Trouwens, bedankt voor de support. We zitten aan de 511 subs. Hoezo? Hoe doen we dat? Hoe zijn we zo snel aan het groeien? Ik weet het niet. Maar ik wil jullie even bedanken, want het is echt insane. Dus tot zo. Naar waar gaan we naartoe, Evren? Trein. Nee, we gaan zwemmen. 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 Vind je dat leuk, zwemmen? Ja. Ja? En wat gaan we doen in het zwembad? Met de glijbaan met Nolwen. Met de glijbaan met Nolwen, ja. En wat nog? In de wildwaterbaan. Ja. Ja. En misschien is het nat. En misschien worden we wel nat. Ja. Ja? En heb je handdoek mee? Ja. Ja. En je zwembroek? Ja? En een t-shirt. T-shirt? Ja. En dan een warmte. Oh nee, het is aan het regenen. Ja, het is aan het regenen. Ze kunnen niet naar buiten spelen. Nee, we kunnen niet buiten spelen en daarom gaan we zwemmen, hè? Ja. Ja. Ga je zwemmen met de t-shirt? Nee, dat gaat niet, hè. Ik ben dus mijn zwemzak net gaan halen. Voilà, die ligt daar nu. En Evra ziet het nog zitten. Wat gaan we doen? Zwemmen. Nou, de waterslide zit de hele tijd. We gaan dus naar de Roosbroek nu. Ze is niet zo ver meer rijden van mijn huis. Dus. Ik zie jullie zo. We zijn er! Ja, ja oké. Okay. Tot zo. Ik ga jullie niet meenemen, want ja, dat kan niet. Dus ik zie jullie zo als we terug zijn van het zwemmen. Yay! Als je slaapt, dan is het donker. Als je slaapt, dan is het donker, inderdaad. In de bed gewoon slaapt. Ja. Anders je wakker wordt. Uh-huh. Dan heb je het goedemorgen is het dan, hè? Als je hebt geslapen. Als de maan gaat onder. Ja, inderdaad, als de maan onder gaat. Schat op de zon. Ja, inderdaad. Wakker. Oh. En hoe was het zwemmen, Evren? Ik heb een kapot zwemt. En de waterglijbaan in rood. In de rode waterglijbaan met wie? Met ze. Loran en Zus, ja hè. Was het leuk? Ja. Ja? Ik had een volcano. En de volcano? Ja, het is lava. Ah, oké. Maar T-Rex is vast in de lava. Nu moet ze helpen. We zijn dus nu naar het station aan het gaan, want Evren gaat met de trein naar huis. Nee, niet ook mee. Nee, en ik ga niet mee. Alleen met Nolan in de trein, hè? Ja. Ja. Ik ga weg, inderdaad. Ja. Ja, dat is goed. Ik ga naar huis. En Evren gaat ook naar huis met de trein. En dan is hij met het station. Ja, inderdaad. Naar het station. En dan is hij mama. Dus voilà, dat is het, hè. Nolan gaat met haar broertje naar huis. En dan ga ik ook naar huis. Dag, Evren. Dag. Dag. Was het leuk vandaag en gisteren? Zwembad. Zwembad was leuk. En was de dierentuin leuk? Ja, dus zij gaan nu naar huis. Dag! Dag! I love you. Ciao, ciao! Jongens en meisjes, dames en heren, het is mij eindelijk gelukt om alles af te krijgen van de overzichtpagina. Nu ga ik de detailpagina's maken, maar aangezien dat ik nu een beetje weet hoe dat alles zit, gaat het normaal veel sneller gaan en ga ik dit al op een korte tijd kunnen doen. Dus voilà, dit is de overzichtpagina. Dan kun je zo zien, dus hier de meest recente bezoeker, het aantal bezoekers vandaag. De gemiddelde bezoekersduur in verschillende dingen. Ja, een banner gewoon. En dan een aantal bezoekers per maand in de vismijn. Die data klopt nog niet, want dat is nog niet in gebruik natuurlijk. Dat is nog niet de echte data. Dat is gewoon voorbeelddata dat ik er heb ingestoken. En dan kun je bijvoorbeeld zien van in 2023 in april. Dit is niet het deel wat er super mooi moet uitzien. Hè. Dit is gewoon iets wat functioneel moet zijn voor de mensen die die data graag willen zien van de stad Gent zelf. Gewoon heb ik dat zelf zo een beetje vlug mooier gemaakt. En het is ook responsive, dus als je op je laptop bekijkt, kun je ook allemaal zien. En dan kun je hier ook inderdaad op
per land duwen en daar ben ik nu mee bezig. Kun je het overzicht zien. Voilà. En dan, voilà, ja, ziet het er een beetje zo uit. Dus daar ben ik nu mee bezig voor het overzicht per land, zeg maar, te tonen. Nog een beetje informatie per land, hoeveel bezoekers er zijn en zo, die dingen. Dus daar ben, hou ik mij nu even mee bezig. Zo, ik ben bezig gegaan met de website. Wat ik nu heb gedaan is, zeg maar, de per land dit jaar, tijdens het huidige jaar, dat je de data wilt bekijken, alle gebruikers getoond worden. Dus dat zijn hier alle gebruikers met de gewone data nog. Dus 3 van België, 1 van Nederland, 1 van Luxemburg, 1 van Amerika, 1 van Engeland. Dat zijn de voorbeelddata die ik had. En dat kun je ook hier zien. Kijk. Wauw. Voilà, tijdens de huidige maand is dat dan. Nu, toevallig is dat hier nog de huidige maand, maar op een bepaald moment gaat je meer en meer data hebben en dan gaat je dat van het hele jaar hier kunnen zien. Zo, en die data ga ik dan met klapdingetjes toonbaar maken, maar dat ga ik morgen doen. Daar ga ik mij morgen mee bezig houden en dan ga ik nog meer verschillende data tonen bij de statistieken daar. Dus daar ga ik mij morgen mee bezig houden, maar er zijn een paar dingen die ik nog hier wil doen. Dus dat is bijvoorbeeld dat ik op tijd wil gaan slapen, dat ik mijn sport kan doen en dat ik gewoon alles kan doen dat ik op een dag wil doen zonder dat ik dingen moet afwijzen of zeggen. Of dat ik dan zeg van ja, ik moet nog gaan sporten en dat ik dat dan niet doe. Dus wat ik nu wil proberen doen is dat ik 's ochtends op tijd opsta en als ik mij op tijd opstaan, begint gewoon mij op tijd in uw bed gaan. Dus het is nu bijna 10 uur en ik heb mijn alarm gezet om 8 uur. Zodat ik op tijd kan opstaan, kan gaan sporten en direct aan mijn schoolwerk kan beginnen. Zodat ik daar niet te veel tijd mee verlies. En dan dat ik gewoon mijn vaste routine heb en mijn vaste planning tijdens deze vakantie nog. Dat ik dat kan volgen. Dus morgen op tijd opstaan, zodat ik kan sporten en dan mijn schoolwerk kan afmaken. Natuurlijk de vlog ook nog editen, maar dat is normaal gezien niet zo'n lange vlog, dus op zich geen probleem. Maar dat ik dan in de namiddag gewoon al mijn computerdingen kan doen en dan weer op tijd kan gaan slapen om de dag daarna weer om 's ochtends te sporten en dan zo mijn dingen kan doen. Dan moet ik ook mijn telefoon gewoon aan de kant leren leggen, zodat ik niet te veel op mijn telefoon zit natuurlijk. Dus daar ga ik mij hopelijk aan houden en dat is eigenlijk mijn doel. Om productiever te zijn en om beter te kunnen werken en beter mijn dingen te kunnen inplannen. Dus we gaan dat vanaf morgen gewoon proberen. Niet alles gaat direct lukken. Van de eerste keer moet je dat ook niet verwachten. Je moet ook geen super hoge druk op jezelf leggen. Ja, ik kan toch maar tenminste proberen, denk ik dan. Dus ik hoop jullie hier naar uitkijken, naar de vlog van morgen. Ik ga het hier alles eens afsluiten voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Morgen ben ik er natuurlijk weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao kus.